Hi kinderen, ja, duik erin was het thema van de vakantie Bijbelweek. En misschien heb je de filmpjes al gezien. Ze staan nog steeds op internet, dus je kan er ook nog terugkijken. De films die gemaakt zijn over de vakantie Bijbelweek met het thema duik erin. Maar vanavond, neem het filmpje op in de avond, dan ga ik er niet in duiken. Het zwembad wat hier staat, ik vind het wat te koud en ik heb geen zin om het te gaan verkleden. Dus het wordt geen duik in het water. Maar ik dacht wel een filmpje maken, want zondag hebben we weer diensten in de Ark. En dan gaan we toch ergens induiken. En wat bedoel ik dan? Nou, we gaan eigenlijk duiken in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis, de verhalen, prachtige boek, de Bijbel. En we gaan een heel oud verhaal horen. Nou, gaat het over vakantie? Misschien heb je wel een hele mooie vakantie gehad hier in Rijssen. Misschien ben je wel naar het buitenland geweest. En het zou heel goed kunnen met het wisselvallig weer dat je wat steden hebt bezocht. Wij waren bijvoorbeeld in Milaan in Italië, een hele mooie stad. Maar misschien is iemand van jullie wel in Parijs geweest. Dan heb je de Arc de Triomphe, zijn gedenkteken, de strijd van Napoleon bij de Austerlitz. Dan herinnert zo'n boog aan de overwinning die behaald werd. Nou, zo heb je misschien thuis wel een soort prijzenkast met een beker of met een medaille. Dingen die jij als kind al hebt behaald in je leven. Ik heb hier bijvoorbeeld zelf wat prijsjes. Ik heb een keer met Schooldammen, had ik de tweede prijs van Zeeland bij Schooldammen. En een jaar later ging het wat minder goed, dus een wat kleinere bekertje, derde prijs. En medailles vanwege avondvierdaagse of andere dingen. Nou, zo'n trofee, daar ben je dan blij mee. En die kun je dus in een kast bewaren als een teken van, kijk, die overwinning hebben we behaald. Nou, zo ging het ook in de Bijbel. Misschien herinner je nog wel die strijd tussen Israël en de Filistijnen. En die ark van het verbond, de kist met goud, die was gegaan naar de Filistijnen. En die kwam er te staan in de tempel van de afgod Dagon als een soort trofee van wij hebben het volk van Israël verslagen. Nou, daar gaan we zondag in de preek meer over horen. We duiken als het ware in die oude geschiedenis. En weet je waar we ook iets over zullen horen? Ik duik wel niet in een zwembad, maar ik heb hier wel dit, hè. Misschien heb je zelf ook wel zo'n staart van een vis, de zeemermin, hè, dat je zo wel eens gezwommen hebt. Nou, ik ga je zondag vertellen wat de preek te maken heeft ook weer met dit, de staart van de vis van de zeemermin. Nu denk je misschien, wat bedoelt u nu? Nou, dan moet je zondag maar heel goed opletten tijdens de preek. Nu is het ook de laatste zondag voordat de scholen weer gaan beginnen. De vakantie is voorbij, de school gaat beginnen. En we hebben ook een moment in de dienst dat we helemaal ook stilstaan bij dat bijzondere moment dat de school weer gaat starten. Dus probeer in de kerk te zijn en anders thuis mee te kijken naar de dienst. Nou, tot ziens hè en tot zondag.